Het ja. was dus een van de beste speeldagen denk je, die al je hadden begrepen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat EK voelt nu als, begonnen, als een EK. Als, begonnen. als een EK. Ja, 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 ja. 14 doelpunten op twee wedstrijden. Speel man. Dat is gek man. Yes, Wagwan guys. Welkom bij de EK show, episode 16. Top affiches gezien vandaag met Zwitserland, Frankrijk en Spanje. Kroatië. Kroatië, die match was een beetje minder. Ik ben vandaag met Gilles, ik ben vandaag met Brian en met de enige echte mo van 17, de brand. Hoe gaat het, bro? Goed, thanks for having me, bro. Nou, altijd een plezier. Je bent ook gewoon een balieman, zelfs als je niet meer speelt. Vroeger, nee, ja. je bent. Ik kan nooit Voetbal geen balieman schieten. Als je bent, ben je balieman verlijst. Ja, ik kan balie, mensen weten. Wat is het hoogste dat je het bereikt voor de mensen die het niet weten? Uh, competitieniveau: ja. derde nationale en zaal, eerste nationale. En als maar je, je nu nog op het pleintje gaat, geef je mensen nog steeds. Ja, sowieso. Wat ja? was jouw kwaliteit? Technicus. Ja? Ik was de nummer 10, flank Dat was het probleem hè, in het begin. Te veel show, te veel ja? houden van de bal. Is dat wat het al zei, de coaches en zo? van Ik was verliefd op de bal. Bro. Ah, maar dat is fout, man. Zo'n spelers moet je meer hebben. speelt die echt verliefd zijn aan de bal. Ja, maar je ja, kent die wel. Geef die bal af. <lacht> <lacht> oh, oh, Twee tijden. Mo, <laughs> op training, ja, twee tijden. Boos op training, mag die bal niet bijhouden. Alleen ik twee tijden. Uh, <laughs> ja. Dacht je misschien niet van, Apta. als ik in Nederland speelde. Dat is wel het verschil, want uh, ik heb ook twee maanden of zo bij PSV getraind toen. Oké. Okay. Heel lang verhaal. Schorsing bij Kaarsen Genk, twee maanden bij PSV. Daar is die mentaliteit helemaal anders. Daar houden ze van voetbal, ja. voetbal en techniek en talent. Ja, toch. Dus, uh, ja, maar ik denk dat wij van zo spelers houden toch, of sowieso? sowieso. Tuurlijk. Dat is het mooiste wat je kan zien. Ik denk alle voetballiefhebbers niet? Kortje, ja, dat is dus het mooiste wat je kan zien. Kijk, de dat zou speel... we meer nodig hebben. Maar gewoon dribbelen en niet gewoon van op 30 meter gewoon veters op die bal, ja, trap is op die goal man. Niet altijd pas, 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 45. Die... Nee, trap. is Maar wat hij nu zegt is het probleem dat wij vandaag hebben gehad. Want eigenlijk moesten wij de eerste match doen. Ja. Spanje tegen Kroatië. Ik had dat eerder tijd vergeten. En, er waren veel goals, maar eigenlijk vonden we dat een saaie wedstrijd. Het was de saaiste leuke match aller tijden, denk ik. <laughs> maar dat is toch raar, broek, Ja, man. Spanje tik, 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 ze trappen niet naar doel. Het, het toppunt was toen, uh, denk P3 voor doel voor do stond. Hij kept iemand uit. En hij is gewoon recht voor doel en hij, hij geeft gewoon breed. Ja. Al voor dat, als je dat op pleintje doet, krijg je toch een lap op je. Ja, nee, maar op pleintje, dat is, dat is normaal. <laughs> op lijstje is dat normaal, dat is dan. Oké, misschien een pleintje nog, maar in de zaal of, zo, of Of op training. Als je dat doet, ga je met zo'n training. Gewoon als er iets oh. van waarde aan hangt, bro. En je doet dat. Ja, oh. Ik denk, Vanaf dat het vanaf dat competitie is, bro, moet je gewoon scoren. Ja, pikken, ja, broer. Ja, doe rare shit. Maar hadden jullie ooit gedacht dat jullie zouden zeggen: van Ik ga een match zien? 3-5. 3-3, verlengingen, 3-5. En ik vind die saai, Ik zit eigenlijk op mijn gsm. En nog een match, bro. 3-3. Ja, man, ik zou dat is... nooit, nooit, nooit denken. En nee. dezelfde fase ook, toch? Oost. Ja. Het was een van de beste speeldagen denk je, die al je al hebben gehad. Hè? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat EK voelt nu... Als begonnen. Als een EK. 14 doelpunten op 2. wedstrijden, hè. Dat is veel, man. Dat is gek, man. Maar oké, okay, Spanje scoort vijf keer. En ook daar hebben we toch het gevoel van... Mm. Nee, maar qua strikers... Qua... 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 Stri ja. Welke strikers? <laughs> wow. qua, 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 bas, qua balcirculatie is het altijd wel top best bij Spanje, maar het is altijd die... Allee, nu scoren ze vijf keer, dus je kunt niet zeggen van... Ah, ze, ze scoren niet, maar je merkt wel dat het altijd een probleem is. Allee, Moretta scoort nu wel, maar het is altijd wel een probleem. Maar tenminste, het moest al gedaan zijn dat ja. die zelf. Het is niet erg dat we een ploeg twee keer op rij vijf doelpunten scoren en zo. Uh. Die scoren niet genoeg. Eerlijk, dat is eigenlijk gek, hè? Dat is raar, hè? Die betekent tien goals booster. twee he? matchen. Ja, en toch hebben we iets van... Uh, dat score... nee, is niet favoriet. <laughs> Nee. Of ook, ik zie Frankrijk nog steeds meer als favoriet in die zijn Ja, maar ik denk ook Spanje. In verdediging vertrouw ik niet, een ah, keeper zo niet. na vandaag ook niet. Oeh, sowieso nee. niet. Dat is waarom je een trucspelbal altijd naast de keeper geeft. Daar moest ja. je er beter mee doen. Maar dat was een moeilijke speelbal, Maar alsnog, hij had die bal gewoon. Ik vind ja, maar... Dat is waar, hè? Maar ja. dat was van zo ver, bro. Nee, maar leg hem gewoon stil. Het probleem Snap was, het probleem als die bal kwam. Hij wil open en hij moet opendraaien. Ja, maar dan opendraaien met bal op zo'n hoogte, dat is zo 50-50. Uh, dan -50. moet hij gewoon stop en dan tikken. Ja, en, en Courtois zou dat nooit doen. Maar, nee. is heel sterk. maar dit is de shot van Guardiola. Dat is jouw schuld, Want hij begon met die keepers moeten voetballen en zo. In mijn tijd, de bal was lang in de tribune. Maar nee, iedereen moet mooi voetballen vijf jaar geleden had hij die bal, boom, direct hè. Hey. Gisteren had Ronaldo uitgekept. 1,19, hey, nee, broer. Dat is, is dat niet die confiance van Madrid nu? Met nee, Chelsea had hij hey, dat, hey, dat niet. Goor, gedaan. Maar hij moet altijd al voetballen, hè? Ja, ja. Echt voetballen. Die jongen nu, kan echt jaar, voetballen. Man. Ja? Ja, echt balieman gewoon. Ah, ik zie dat niet, man. Ja, ja is, is geen Omdat, zo omdat zo hij zo lang, zo is zo lang is en zo lang is. Hij ja. is technisch en panna zit dat. Check maar. Hij beweegt een beetje als Pieter Krauts, toch? Ja, Pieter ja. Krauts. Ja, maar elke lange ze een beetje zo, hoor. Bal was later. zat Nee. Maar hij heeft die judo-shitje dan daarvan. Maar ik denk ook dat veel spelers... Ik heb dat met heel veel spelers waarvan ik zo denk... Je ziet ze spelen match en je denkt van... Ah, hij, is niet, hij is niet dit, hij is niet dat. Maar als je hem ooit naast u hebt op training of ja, zo... en Die zijn kapot oh, ik denk, technisch. Ik denk dat sowieso de mensen, vooral wij die voetbal kijken... Dat we voetballers echt onderschatten, man. Oh, uh, sowieso. sowieso. Om op dat niveau te, te geraken moet je sowieso wel iets kunnen, snap je? Want Weet je hoeveel guys er ook zijn die... Op dat niveau spelen en dan, als die 30, 35 30 zijn of die een paar blessures had, dat hij in de derde of in vierde klas gaat spelen. Gaan spelen. 50 doelpunten mm. per seizoen gewoon ja, in die competitie. Ik heb zo'n video gezien van een Dom deze ah, week. Hij broer. is terug in Frankrijk, want hij is niet mee op het EK. En Hij moest en zijn. Hij is met zijn boys gaan spelen. Broer. <laughs> hij, heeft, hij heeft één cap gedaan dus en dan gewoon dus getrapt. Boom. boom. Maar zo, Alexe, zo'n ja, zet ja. geen kracht zit. Gewoon zo, boom, in de 90. Maar nu, dat ik, Dom zeg, de match van Frankrijk, ik denk dat we allemaal. Dat een topmatch vond, of niet? Paul Labil Pogba. Ik kon niks horen. Ik kon niks horen. Ik kon... Hij is misschien wel man Ey, van toernooi. Ik, ik kon niks horen. Nee, ik niks miss horen. Hij is misschien wel man van tournoi, man. Huh? Was was het toernooi, man. Voor Zwitserland? Nee, nee, nee. Pogba. Nee, nee, nee. Oh, oh. Pogba. Hij ligt er nu wel uit, maar... Dat was hard, hè? Nee, Hij uh, de de heeft een kwartfinaal gesteld. heeft geen kwartfinale. Die Wie wordt de man van toernooi zonder een kwartfinale? momenteel. komt ook wel door hem. De andere goal. Dat is waar. En de, de, de vorige goal van Fang kwam ook door hem. Oké, okay, hij is man van, nee, die nee, van, van dan de groep. De nee, nee, ik, ik, ik weet wat je bedoelt, maar ik kan heel veel tegen erop geven. <laughs> maar je wil jouw agenda niet pushen? Maar hij is wel het topspeler. Ik, ik, kan pushen. Ja, ik kan pushen. Je weet, ik kan altijd pushen. Maar, niet op die Sorry. manier, maar. Ja. Eerste vraag voor jullie over deze match: Mbappé ontgoocheling, DTK? Ja. Ja, pressure, man. Pressure? denk het. Denk je? Dat is gewoon omdat hij niet fase de Ik denk in die tweede helft kwam hij er niet door had moeilijkheden, acties lukte niet enzovoort. En dan uh, gaat hij met zijn kop. Zorgelen. Maar denk je dan pressure van zichzelf of oh, hij is niet? nog steeds heel jong, hè? Ja. Die jongen is al op een niveau dat je denkt van joh. Ja, maar jongeren krijgen geen tijd meer. Hè? We hebben het al in een paar episodes eigenlijk gezegd. Klopt. 16, 17, je moet spelen. Ja, je moet er al wordt, nu, er ja. wordt nu verwacht. 19, 20, je, je moet nu de guy zijn. Hij speelt bij PSG, hij moet nu die geizen. Maar hij heeft nog alle tijd. Alleen, het, ik vind het wel een beetje jammer dat ik hem niet had gegund voor zijn carrière, man. Een soort van zwarte bladzijde in zijn boek. Maar weet je, het ding is volgens mij. Ik heb, we hebben ook zo een bepaalde periode gehad dat Ramos elke maand door Ronaldinho gewoon werd gescheurd, <laughs> toch? Eerlijk. Die heeft periodes gehad dat hij elke maand werd gescheurd. Mm -hmm. maar, maar ja, Ronaldinho bro. Ja, maar kijk waar daarna van Ramos is gebeurd. Like, heftig, heftig, wel. Dat heeft hem gemaakt tot de, tot de superschurk die hij nu is. Ronaldo was dat, met Ronaldo en met Arjen Robben zelfs ook. Arjen Robben was op een bepaald moment een choker. Hè? Yep. En Ronaldo is ook op een bepaald moment was dat een beetje een loser en een winner en een duiker en zo. Die mannen zijn super circuit. En Mbappé gaat dat ook doen. Maar ik denk... Mbappé over tien jaar gaan we zeggen van ah, oké, okay, hij heeft een Champions League finale verloren en EK was een beetje een schande. Maar, hm. En het ergste is, ik denk dat inderdaad elke speler door zo'n fase moet, maar dan is hij nog steeds voor op schema. Ja, zo oh, zo. hij is al lang voor op schema. <laughs> Project Mbappé. No. Hij is al lang <laughs> voor op schema. Ik denk dat Mbappé gewoon zo snel mogelijk uit die liga aan moet gaan en echt naar een fatsoen competitie. Hij zingen. moet naar Real hè? Ja, naar, naar, een, naar een ploeg ja. met echt druk, dat hij ook met die dingen leert omgaan. Want ik heb het gevoel dat elke keer met Mbappé het een belangrijke wedstrijd is voor PSG of uh, Frankrijk, dat hij een klein beetje dropt qua nee. um, prestatie. Maar dat was bijvoorbeeld ook Pardon het gesprek, speak. de match uh, voor Barça. Was het gesprek in Frankrijk van ah, hij is niet beslissend in grote matchen. Hij, hij schakelt Barça dan uit, eigenlijk op, op zijn eentje zeg maar. En hij maakt dan die statement van ah jullie zeggen ik ben niet, ik ben niet daar in grote matchen, kijk nu. En dan de volgende wedstrijd. En de je. volgende wedstrijd was dan weer. minder. Maar deze jongen is uh, 21, 22. Hij heeft een voor Classics al in de knockout fase van de Champions League. Sir. Ja, Monaco die... een paar keer. Tegen City heeft hij, heeft hij gebeurd. Ja, maar... Het is geen Champions League finaal. Okay, ja. Maar die jongen is 22. Geef die jongen het. Nee, tijd. sowieso, he. sowieso he. Wat zo... Ronaldo op die leeftijd gewonnen? Geen WK. Premier League, denk ik. Op zijn 22e. Nee, nog niet. Jawel, denk wel, ik. want hij was naar meisjes gegaan op zijn 19? Dat tien? weet ik niet, bro. A, plus hij maar heeft Christian, dat... heeft de, Christian heeft de, de normale weg gevolgd. Alleen is mm -hmm. zijn piek abnormaal. Ja, Ja, online. Mike om eerlijk te zijn, denk ik dat Mbappé wel de volgende Cristiano wordt. Man. Ik denk dat ook. Ja, dat dat qua... nee, ik denk dat dat moeilijk is. Ik denk dat dit moment bepaald is. Ik denk dat dat moeilijk is. Het is sowieso die... moeilijk, maar ik denk wel dat hij daar in de buurt gaat komen. Sowieso. Ik denk dat we allemaal die lat heel hoog leggen met... Ah, een een topspeler moet nu 30 keer per seizoen scoren en dan moet u die assistie geven. En dat die lat net te hoog ligt. En daarmee als Messi Ronaldo uit de game gaan. Dan ga je zo'n kleine drop-off zien van levels van: ah, oké, okay, dit is niet meer de norm. En dan gaat voetbal een klein beetje hersteld worden na het zijn. Maar we hebben het daarnet tijdens de match hadden we het over het feit dat nu alles statistiek is. Ja. En bij jongeren ook. Je zei zelf, uw broertje speelt voetbal. En ja. alles draait om statistieken. Denken oh. jullie dat dat ook meespeelt in het feit dat wij nu ook als publiek. Want wij ook, als wij naar matchen kijken, na de match is het. Oh, hij heeft zoveel kilometer gelopen. Hij heeft zoveel passen gegeven. Dit zijn zijn statistieken van de maand, van het jaar. De feit... statistieken tegen Zwitserland. Bro, als je naar Sposa gaat zie je gewoon hoeveel balverlies, hoeveel duels. Gewoon alles, alle statistieken van elke speler dat is gek. Ik vond, ik vond dat zo iets... Ik heb iets nieuws gezien dit jaar in de Pro League. Dat was. Uh, Die trekken zo'n lijn tijdens de wedstrijd van wanneer je de bal terug weer heroveren. Ja, recovery line. Ja, dat vond ik echt. Oh, dat is zeven. Vond ik echt iets. La, wat, wat boeit iemand dan? Nee, maar ik vond dat. La, inderdaad, hè, maar. Voor mij was het van wauw, we zijn zo ver in de voetbal dat we gaan kijken waar ze de bal gemiddeld gaan Maar er zijn nu trainers die op dat werken. Ja, sowieso. Niet meer als Gewoon echt computer. T2 en T3 zijn analisten geworden nu. Er zijn niet meer vroeger die de potjes zetten en een goede sfeer houden in het team. Nu zijn ze allemaal analisten en zo aan het worden. Nee, de T2 denk ik, ik weet niet wat het in België is, maar in andere landen is de T2 ook de echte coaches. Ja, op en het en de TE's zijn elke gewoon degene die. De, de managers. managers. Ja, dat ja, ja, klopt. Ja, in ja. Engeland is dat ja. heel veel. Ja. Maar al die data, al die analyses, denk je dat dat ook niet jonge spelers te vroeg gaat afbreken? Ja. Of een type speler zoals een nummer 10 uit het voetbal aan het halen is? Ja, 100%. Want nu is het high-intensity runs. Want dat is het uh, probleem met Uzzelen. Die... Onder andere, ja. Want hij was die guy die niet superveel, eh, superveel liep. En nu kijken we echt naar spelers van: ja je moet je middel 10 kilometer gaan lopen. Je moet zoveel power-runs gaan maken in een wedstrijd. En ik denk dat daar voetbal een beetje kapot aan het maken is. Oh, spelers als Juninho en Riquelme, we gaan die niet meer zien. Hè. Pirlo, broer. Als je nu Pirlo hebt, bro? ja, broer. Pirlo ja, hij voetbal was gewoon... is sowieso veranderd. We waren daar net ook over bezig, toch? <laughs> ja. oh, we zijn spelers geweest, hè. Maar is dat dan ook niet dat het gevolg dat wij zeggen: voetbal is saai geworden? Ja. Nee, ja. Ik zwaar. denk het wel, man. Ik denk dat sowieso alles om statistieken draait. Dus uh, als, als speler, je komt in, in de kleedkamer, de trainer zegt uh, dit is je taak, als je die taak niet doet, zit je op de bank. Zie je. Zo, man. Langs de andere kant halend, like, die heeft de statistieken, we genieten ervan. Ja, maar als in. Ja. Als je ja, je statistieken haalt, kan het bijna nooit negatief zijn. Maar het is voor al de jongens die die statistieken niet halen. Heel veel creatievelingen gaan eruit in de voetbal. Ja, ja, ja. Het is meer robots beantwoorden. Iedereen heeft zijn taken. Je hebt een bepaald systeem. En je moet in dat systeem passen. En als je er niet in past, aanpassen of op Dat Is crazy man. Maar uh, Nederland ligt eruit. Portugal ligt eruit. Yes. Frankrijk ligt eruit. Wat is er aan het gebeuren? boys? Nederland morgen. Oh, ik Stijf zou het ik zal België zeggen, want we had ook niet verwacht dat. Ik hoop dat België. Uit... Oh nee, nee, niet zo bedoeld, hè? Want uh, mensen gaan denken dat nee, zo'n nee. België eruit. Nee, ik hoop dat België dit ik wint, man. Het ziet denk, er beter en wel beter gewoon... uit, of niet? Ik denk, dit is gewoon die kans. Dus wie uh, begint het ideaal plaatje te worden voor België? Italië. Nou, Italië. Moeilijk. En dan, is dan winnen van de winnaar van uh, Spanje-Zwitserland, zeker. Dus waarschijnlijk. ja Italië Spanje... is een moeilijke wedstrijd, man. Spanje is gaan shithouden. Spanje gaat de half finale halen, bro. Nou, nah, Zwitserland? Hm, nee, 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 nee. Spanje de half finale halen. Maar dat is de biggest robbery. <laughs> Guardiola, dat is jouw schuld. Dat is jouw schuld. Wauw. Bro, met Morata in de spits. Hier aan de hal Nee, dit is fraude, man. Oké. fraude. Morata gaat verder geraken dan Benzema is Dat Is raar. Hè? Ja man. Eh. Waarom zit je Waarom ja, Giroud, Waarom man? Giroud erbij? Giroud moet die negen. Dat geven is van Benzema. Hey, Giroud is een goat man. Wint go go Giroud nog niet gewonnen? Go kert. Ah, dat zijn die statistieken, snap je? <laughs> dat zijn die statistieken. <laughs> ah, maar winnen is winnen bro. <laughs> ja. Ja, Zacht maar we? zoals hij komt Champignon met Kane en Benzema. Ah, oh, nee, nee nee, we gaan maar niet doen. Dit is ook statistieken. Hij is een champion du monde. Ah, champion du monde hè? Ouais, zonder één doelpunt op een WK. Champion du monde bro. Na. <laughs> ja, voilà. <laughs> We hebben even gehad op dat WK. <laughs> Ik ben echt aan het denken, hè? Mrs. Show. Spanje gaat halve finale, België gaat halve finale. En de andere kant. Die andere kant? Ik weet niet wie, de, wie er in de andere kant zit. Denemarken Engel, Engeland. Ja. Duisland, Engeland. en Tsjechië? Uh, ja. De winnaar van Denemarken en Tsjechië moet tegen er is Engeland Duitsland in. Ja. Oostenrijk, nee, nee, ah, Zweden, Oekraïne. Zo. Ja, 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 ja. ja. Dus Eén eigenlijk... van die twee ploegen is ook shithousen. Broer, vrouw de broer. Maar eerlijk gezegd, als, we, als ik Zweden, Kroatië in die finale, broer, ik stop met voetbal. Maar broer, Kroatië <laughs> ligt eruit, je, man. Kroatië ligt eruit, ah, nee, Waarom draag je deze t-shirt? Ah, ik doe dit gewoon voor alle mijn Kroatische Matties die in mijn games waren naar Portugal verloren. Ik ben hier, ik draag jullie ten maar jullie zijn inderdaad net als mij. Fuck jullie. <laughs> ah, ik ben hier gewoon. Maar nu dat je het truitje van Klaasje aan hebt, hè, mm. wil ik even overgaan naar alles wat truitjes is, euro en ook gewoon mode in voetbal. Want we zijn natuurlijk met oh. 17 de brand. Wat een switch. Ja, <laughs> ja toch. Dit, dit, is perfecte, dit is de perfecte mix van mode en voetbal. Man, je bent de host, hè? Wat? Je bent een host. Hè. Ja, was mm. Andy blijft thuis, papa. Ik <laughs> naar Andy kiezen. Nee, je, maar, maar dat, is een, dat is een oprechte vraag: van hoeveel. Beïnvloed beïnvloedt mode, voetballers en omgekeerd. Hoeveel heb je zo het gevoel van... Of heb je dat gevoel van, hm, als voetballers met shit rocken... ...liever dan iets anders? Of, heb, of denk je voetballers of artiesten, of zie je dat als één? Kijk... Um, ik ben zelf voetballer geweest, mm -hmm. als een, daarom dat ik ook tracksuits maakte. 9 van de 10 keer zag je me in een tracksuit. Vroeger, familiefeest, ik ben de enige in een tracksuit. Mensen <laughs> denken van, pff, deze jongen, dat de type. Ja, snap je? Dus uh, om op jouw vraag te antwoorden, is een beetje een mix en ik denk dat die culture-wise ook zo is, met streetwear vooral. Um, ik heb voetballers zoals Doku, naar jou, Draag17, de Brand, Pergwijn, snap je? Maar je hebt ook artiesten. Ja, ik wil die namen niet allemaal gaan noemen. Maar... Whisky. Ja, Shalena. Ik ga ze voor jou ja. noemen. Tjoe. Mm. <laughs> mm. Moi, bon. Ja, er zijn er veel, snap je? naar Frenetic ook. Snap je? Wawa. Mm. Al die mannen, dus uh, ik zie dat België vooral aan het opstaan is op elk vlak, ook zoals dit. Dus ik denk dat dit allemaal een mix is van um, Les Prince de la Ville. Ja, toch? Dat is onze volgende drop. Ja, dat... nee, <laughs> Daar komen ook was... voetballers. Je zei dat ook wel: Zo van dat alles tegelijkertijd aan het big worden is muziek. Uh, voetbal is heel goed aan het gaan. Uh, Modeshit ook. Well, ja, dat is iets. Uh, yeah. Dat is mooi. <laughs> ja, sowieso, ik weet niet wat mooi. ik wil zeggen, maar dat is gewoon wat je dus zijn en, en ik vond, uh, ik ga daar ook mee. Het is een gelijke doelgroep ook, hè? Een beetje bij de culture. Ja, dat zo, iets, de is, maar ik denk, we hebben dat ook al vaker gezegd, dat alles samenhangt. Ik denk dat, het, dat dat geen toeval is dat Belgische artiesten popping zijn geworden. In dezelfde periode dat voetballers popping zijn geworden. In dezelfde Baby, periode dat Belgische fashion popping is. Uh, de Belgische night scene, die onderschatten. Mensen komen van Parijs, mensen willen van Amsterdam naar hier komen. Dat is geen toeval. Ik denk dat dat echt een generatie is die gewoon loof is. En ook die mentaliteit, want ik dacht daarnet ook: we zeiden van hm, als we voetbalden, we deden dit, kassen, boem, van you, you feel good, you play good. Ik denk dat dat eigenlijk in alles terug te vinden is. Als, we, we hebben iets zo van: oh, als ik in stad ben, moet ik ook een bepaalde swagger hebben. Ik denk dat dat ergens wel die mix is van net artiesten, voetballers. Iedereen heeft zoiets van: we moeten er allemaal goed uitzien of zo, toch? Ja, dat sowieso. Maar ik denk ook dat, uh, vroeger was het minder dat zeg maar, Belgen echt fokte met Belgische dingen. Ja, zwaar. En nu is die switch wel aan het komen: met muziek, met voetbal. Snap je, ik, vroeger, ik was niet voor België. Nu ik kijk naar België, ik denk van ja, oh, man. Zeker. Snap je, Lukaku, Doku, dit, dat. Ja. nou, man. Snap je, ik voel me zeg maar Belg. Uh, ik denk dat... Maar voel je of ben je? ik ben op papier belg moest dan, ik nu? waarom zeg je dan voel je nu? omdat ik me meer kan relaten met wat ik zie op het veld mm -hmm. snap je? ik denk dat social media er ook een aandeel in speelt in het feit dat we dichter bij, bij die spelers staan ook het feit van dat die spelers vanuit dezelfde omgevingen allemaal komen als, mm -hmm. als guys die in de mode zitten als guys die in de muziek zitten dat zijn allemaal een beetje dezelfde omgevingen en iedereen voelt elkaar en het verschil is nu ook iedereen gunt elkaar en en daardoor kun je ook gewoon 360 groeien, zat je iedereen ja. mee? En hoe staan jullie daarover? Want ik denk daar zo, er is vaak wel een soort van generatie-clash over: over het feit van je, voetballers en op sociale media, ze maken video's, outfits. Als zij toekomen voor de nationale selectie, die, die fotograaf staat klaar en iedereen wacht gewoon op die outfits, zo'n beetje NBA-stijl. Ja. Vinden jullie dat hard of denken jullie zo van ah, dat, dat haalt een beetje concentratie weg van een game? Of? Nee, man, dat vind ik onzin, man. Ja, man. Die concentratiedingen en zo. Vroeger. Uh, een Hadden voorbeeldje. Zei... Ik speelde bijvoorbeeld met Stallone, Lim Bombay. Ja. Hetzelfde team. En wij twee waren vooral op muziek. Uh, you got surf Compass uit. Ja. Film. <laughs> Snap je? Trainers zijn, uh, uh, uh. Maar Sommige mensen halen inspiratie uit zulke dingen. Je hebt ja. jongens die gewoon stil zijn, die gewoon afgezonderd willen zitten. Je hebt jongens zoals. Pogba misschien, snap je? Ze heel de hele dag dansjes aan het doen. Mm -hmm. Ik denk dat dat bij iedereen verschilt van karakter tot karakter. Het is niet omdat iemand net voor de wedstrijd, Braziliaans elftal, kleedkamer, samba bro. Snap je? Dat is ook waarom dat hun voetbal daar zo samba is. Nee. Dus het verschilt van persoon tot persoon. Ik denk niet dat dat de afleiding is. Kijk naar een Afrikaan bijvoorbeeld. Iedereen post alleen maar filmpjes van hoe dat bijvoorbeeld team van Congo of team van, van Ghana of van Nigeria, dat die aankomen, ja, Omdat die man. gewoon vibes zijn. Dat, dus zoals je zegt, iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen ritueel. En zo. sommige spelers wandelen elke keer met hun linkervoet eerst op het veld. Sommigen willen no. muziek horen. En sommigen willen gewoon in stilte hun, hun sokken aandoen. En hun tape daar en die andere tape daar. Doen. Like, iedereen, heeft, iedereen heeft zijn eigen ding ook gewoon. Ja, ik, heb, ik heb nog nooit iemand zich zien spelen omdat hij zijn outfit aan had van de dag ervoor. Omdat hij zijn haar is gaan laten knippen. Nooit gezien. Dus dat is de grootste bullshit ik ooit in mijn leven hebt gezien. Als als een analist zegt van ah hij heeft niet goed gespeeld, want het gisteren naar de Ik denk van bro, alleen ik, ik vind dat vooral een beetje onzin, man. Uh, daarom ben ik ook blij dat zoiets als Coolcast-sport bestaat, man. Want uh, veel analisten praten te veel over dat. Mm -hmm. Ja, we hebben ons daar ook aan gestoord deze week meerdere keren. Dat we, we kijken naar matchen en de commentator zegt van ah, de paai loopt. Een ja, hij is gewoon aan het stappen op het randje. Ja, hij loopt nonchalant. Of oh, hij is dit, oh, hij is dit. En. Ergens gaan ze je character wel judgen, gewoon op hoe je loopt. En er zijn veel, je mensen, je er zijn veel mensen die zich in volgen, die zeggen van ah, ja, dat is daarom. Ja, maar dat is, ik denk dat, is, dat, is het, dat is het probleem met gebrek aan representatie is. Wat je daar hoort, wordt je mening. Als je, ge, als je niemand hebt die je mening challenge... Daarom doen we dat op Kijk, jammer genoeg, De pa is een heel goed voorbeeld, toch? Met die hoed toen. Van, uh, ik kwam met een hoed aan. Ja, ah, met yes. fedora ja. Yeah. Als je met een hoed wilt aankomen, als jij morgen naar je werk gaat en je wilt een hoed opzetten, gaat iemand iets zeggen, hey, je mag niet met een hoed komen? Nee, of, nee, je weer, of je bent slechter omdat je een hoed hebt aangedaan? Nee toch? Maar er is ook altijd overal, like, heb ik het gevoel in, in bepaalde omgevingen, is er altijd zo'n dresscode en een manier van... Ja, als klok. je ergens komt als jonge allochton en je kleedt je anders of, of, of je hebt, hebt drits of, of er is iets anders aan, dus is dat nou snel van... Dat is onprofessioneel of zo. Snap ja. je? Ja. Ik merk, merk zo'n dingen ook vaak op. Waarom zeg je? Klopt. Ah bro, omdat die het gewoon ja, wat hij ziet is gewoon waar man, maar er zijn meer ondertonen dat ik niet over wil spreken. Dat is cool. Conversatie maar, gaat lang maar. Ja, ja. Ik, denk, ik denk we hebben daar vaak over geklaagd, maar het is sowieso aan het beteren. En dan denk ik ook bijvoorbeeld we hebben het nu over een Depay. maar ook ergens dat positief dat wij nu we zien overal in heel veel ploegen, bijvoorbeeld we keken naar Zwitserland en we zeiden allemaal van mm, we zien gewoon meer buitenlanders bij Zwitserland nu we hadden dat niet verwacht, maar ergens is dat wel positief. Ik denk we zien ook nu zo weet je, Duitsland, boys als Gnabry, Sane. Ik denk wij, we zijn nooit opgegroeid met iets van ah, ik kan me relaten met Duitsland of zo, terwijl ik kan wel relaten met een Sane of een Gnabry. Maar dat is wat ik bedoelde toch? Van toen ik zei van ik voel me Belg nu, ja. is, is vooral dat. Je kijkt naar het veld en je denkt van ja man, die volgende generatie denkt ook van ja man, ik kan gewoon voor België spelen. Mm -hmm. en het enige verschil is dat er nog moet doorgetrokken worden naar alle andere facetten want zoals je ziet bij bijvoorbeeld een, de documentaire van FC United en bij heel veel andere anekdotes die mensen me vertellen is het van het, op het veld zijn we daar en ja. nu moeten we buiten het veld en in het stadion en, en niet alleen in het stadion alle bestuurskamers moeten we daar ook nog geraakt dus ja, dat is toch iets wat maar ik denk een land die het goed doet en dat is ook het land waar ik nu even over wil hebben is Engeland als in in media zie je gewoon ex voetballers van alle type afkomsten die gewoon Commentator zijn en je ziet een Alan Sheeran en Mickey Richards en zo. Um, maar op het veld zijn ze niet zo goed bezig. <laughs> <laughs> Wat is jullie verwachting voor Engeland-Duitsland? Ik zou het echt niet weten, man. Nee? Ik denk, Duitsland is gewoon een moeilijk team als in gewoon de status die ze hebben als Duitsers kennen Dat ja. Het is net zoals Italië, Toernooiploeg. Misschien niet zo'n topploeg, maar oppassen met zulke ploegen. Ik hoop Engeland, um, maar ik heb ook wel een beetje uh, ja, gewoon als, als team. Ik wil respect voor Duitsland, maar als ze de wedstrijd gaan aanpakken zoals ze hebben gespeeld tegen Hongarije, dan kan het wel uh, een moeilijkere wedstrijd worden voor hun. En ik denk ook wel dat uh, Engeland toch wel op een manier zich ook iets aan naar de finale toe. Maar dat kan ook gewoon een, een stijl zijn dat je wilt aannemen. Je kan ook gewoon heel toernooi 1-0 winnen en dan tot aan die finale. Niemand gaat zeggen van hoe je ervoor volgende wedstrijd hebt begonnen. ik weet niet of dat de cursus ook beter gaan zijn van Southgate, want ik heb gehoord dat hij weer mijn Mountain en mijn gaat starten. Uh, dus waarschijnlijk gewoon weer de gebruikelijke elf. Dus ik heb er niet veel vertrouwen in, maar als het gebeurt, ik ben met jullie, maar... Ik denk dat het beste voorbij is als Duitsland wint. Ik denk voor Engeland, like Southgate, zoals c 4 like. Deze is voor mij niet de bondscoach van Engeland. Ik denk ook gewoon... Uh, hoe dat het toernooi dan gaat uitzien, denk ik dat het een mooier finale zal zijn als het Duitsland-België of Duitsland Spanje zal zijn dan België, Engeland, denk ik. Maar we zitten nu in een situatie waar we dus eigenlijk Italië, Spanje en Duitsland in halve finales kunnen hebben. Wat we nooit hadden verwacht. Duitsland alleen finale. Nee, nee, Maar je bedoelt in de toernooi. Dat hadden we toch nooit verwacht in het begin van dit toernooi. je wel dat is nog Spanje had, ik Italië. Had, ik had Frankrijk ook, ah, ik had zelf ook gewoon dat een lieve Ik had Frankrijk en Portugal ja. veel verder. Ja. Ja, 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 ja. Voor mij zijn de twee topfavorieten Red. Ja. 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 Ik denk dat België en Duitsland. zo uh, voor mij zijn België en dat zo voor mij is België nu wel topfavoriet. Nee, ja. België is nu denk ik nummer 1. Ja. Ik hoop wel dat Hazard en De bruine terugkomen. Ja. Ah ik denk Hazard was efini. Ja, dat is ook. Ze Hazard net terug op zijn ja. Kom terug op die flairmomentjes momentjes van hem. Maar misschien is hij op tijd eraf gegaan. Hè? Misschien is het niet zo erg geworden. En ik ga één wedstrijd missen en daarna is hij terug. Maar Alla, ik denk dat het voor hem gedaan is. Ja, misschien gewoon preventief vooruit ja, ja. voor de zekerheid. Maar ja, preventief, 50 minuten. minuut, is dat echt op. Dat is niet preventief. Dat is ook wel wat ik wil zeggen, dat is heel slecht van Martinez. Je weet dat die boy heel veel problemen heeft qua blessures. En dan ga je die zoveel minuten na elkaar, ah ja, zoveel hoog intensiteit wedstrijden na elkaar laten spelen. Ah, maar Oh ja moet wel hè, op hij moet nu winnen op een gegeven moment ja. Aftem, ik denk wel dat hij op de juiste moment heeft gebracht like, eerst is 15 ja, dan klopt. is 30 ja, dan is 60 oh ja maar je 15 je 13 60 en nu is 90 normaal normaal ik... 15 30 nog eens 45 45 dat je, op, je dat opbouwt als je dat op het toernooi doet kun je er al uitleggen voordat hij terugfit is, dus, like, dat, is een ja, dat is dat is waar hè, dat, dat is waar, maar, ja, je wist wel denk ik Want de bruine viel ook al uit hazard was goed bezig vond mm -hmm. ik ja, ja, ik snap jou wel, maar ja, anders dat is het niet. Ik vond dat ze iets van Martinus. Uh, van Martinez. Ik vond dat hij dat op dat vlak beter kon doen. Echt, ja, echt, ik denk dat je dat achteraf pas kunt zeggen eigenlijk. Want als Razar gewoon de 90 minuten uitpeelt, dan, dan kun je allemaal zeggen, oké, okay, het is allemaal goed gegaan. En, ja, maar nu is hij ja. vraagteken. In, ja, nu is hij een vraagteken, maar dat, dat is wat ik zeg: Heinzijn is 2020 Vision. Like, dat is waar, dat is waar. Dat heb je nu achteraf kunnen bepalen. Ja, maar, maar inderdaad, achteraf heeft, heeft hij misschien niet de juiste beslissing genomen omdat hij er oud uh, is. ja. Maar, ja. Maar met hetzelfde idee van een Martinez die Hazard waarschijnlijk oplaat, omdat hij denkt van ik moet winnen, is mijn vraag naar jullie toe terug naar Engeland. Kane is niet aan zijn beste toernooi bezig of niet in zijn beste vorm. Maar denk je van toch moet hij spelen? Ja, yeah, pas op hè. Denk hm. je, Nueve, Nueve, ik denk je ik... morgen als bondscoach van toch moet hij starten? En Kane ja sowieso. Hij is zijn kapitein, ook Nee, maar het ding is ook van Kenny: je kan een rot wedstrijd spelen, en dan heb je met topspitsen één kans. En dan moet hij prikken gaat hij die sowieso prikken. Het is gewoon: gaat hij die kans krijgen in de wedstrijd? Dat is de grootste vraag. En is er een joker dat Engeland kan gebruiken? Zoals een Sancho die eigenlijk nog niet echt heeft gespeeld? Is er nog een joker dat Engeland. Die Duitsland. Moet ah, inzetten. Ze Zang moeten deze klimaat speeden, want anders gaan ze echt pakjes krijgen. Deze wedstrijd moeten ze echt snel gaan gebruiken. Ik mm, heb vaak pakjes gezegd sinds deze show bestaat, bro. In mm. <laughs> één keer gelijk. <laughs> <dan>. <laughs> dat is niet <laughs> vaak gebeurd, hè? Maar geef direct een pronostiek dan voor morgen? Ah, ik denk. Weet je waar? Ik ga gewoon. Ik heb het opgeschreven. Uh, ik denk Duitsland. Tweeën of zo. Mm. Ik denk Duitsland. Nee, maar ik ben objectief. Ik hoop Engeland. Hè. Ik hoop echt. Ik hoop echt, maar ik denk Duitsland. We hebben al veel dooppunten gezien. Hè? Ja. Uh, 5-1 Duitsland. Je of... hebt dat gezegd, hè? Denk ja, het weet je wat, ding is. 5-1. We <laughs> hebben vandaag 14 dooppunten op ik ben moe. gezien. Ik ben moe, hè? Ik hoor die zit zo. Hij had iets 5-1. Hij had iets 5-1 gezegd, Ja, 5-1 Duitsland. Mm. Wie gaat scoren? Goosens. Wie gaat scoren? Uh, twee keer Gnabri. Ja. Eén keer Sané. Eén keer Goosens. En een eigen dooppunt. Van. Degene die naast Maguire staat. Ah, stond. Stones. Stones of Werder. Bro, als dit juist is... <coughs> als dit juist is... Mo, pronostiek? Ik denk 3-3 zoals vandaag. En dan Verlenging. de verlengingen? En dan penalties. En wie in penalties? Duitsers zijn altijd op penalties. Ik ga een spelen op jouw pronostiek. Hè? Yeah. Bro, we <laughs> hebben vandaag twee wedstrijden zo gezien. Ja, maar daaraan ja, daar een wedstrijd worden. Ik hoop gewoon op veel doelpunten. Er moet zo één saai wedstrijd tussen zitten en daar gaat hij worden. Hey, maar deze ronde was al of heel dit goed. Dit wordt hè? gewoon een 1-0. Ja, dan ja, gaan zij het worden. Nou, ik heb hoop. Ah, ik hoop zo. wat? Ho, ho, deze ho, hele ho? ronde was goed. Hè? Broer, goal van uh, Dick Van Leijs met zijn niet met een, <laughs> Die Hij heeft die bal niet gezien, ik nee, is er binnen. Wow, deze ronde van 16. Like, we hebben al zes matchen gehad: België-Portugal. Mm -hmm. Dat was een goede match. Italië-Oostenrijk, denk ik. Mm, nee, denk ik niet. Jawel, jawel. Nee. Italië-Oostenrijk was een savan match was geen top match yeah, was, was nie, yeah. deze van vandaag waren twee goede matchen ja welke hebben gisteren weer gezien ik weet dat dat niet meer bro ik die was gisteren Nederland 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 waarom bashen dan? Nederland check de boer waarom haal je waarom bashen waarom haal je malen uit man de boer Kapel, man. ja de boer dat is jouw camera of deze dit is ook zoiets met die statistieken ja, wij weten dat hij de 60ste minuut zijn kaars uitgaat. Maar het ding oh, is, man. je hebt gelijk, hè? want dat is niet logisch. je zegt oké, okay, ja, hij wordt moe dan 60 minuten, maar hoe kun je niet weten of hij op dat moment moe is? Snap je? Ja. Ja. Dat is FIFA. Dus hij is nog Gij de gevaarlijkste man. Jij ziet, ziet die bar op FIFA. Sorry, zo, dat, ja, dat ja, ja, als zo geel rood dat worden aanbouwd. <laughs> Ik denk wel dat die statistieken misschien op een medisch aspect wel een voordeel bieden. Maar als de speler dan toch uitmeldt en een 70 wedstrijden per jaar laat spelen, maakt hij eigenlijk niet uit. We hebben die statistieken nu wel gewoon nodig, want als je al die wedstrijden uitstelt, ben je gewoon kapot. Maar we zien het in de verlenging gewoon iedereen. Iedereen. Valt neer en zo, dus ik, <laughs> ja, ja, iedereen. Ja, zo. Iedereen strijden. Nee, dat is fucked up, man. Want dus, daar is. De is gemaakt van papier, broer. Dat scheurt. We hebben al zes goede wedstrijden gezien. Fijt. Ik denk zeven en acht morgen. Zweden-Oekraïne gaat ook iets mis Ja, dat gaat over. vibes zijn. Nee, zes, die gaat goed zijn. Maar ik denk Engeland echt een saaie wedstrijd. denk het echt wel. Nee, nee, nee. Ik ga, ik ga voor vibes morgen. Voordat we afronden, wil ik vragen. 17 de brand. Is er iets dat wij nu moeten aankondigen? Moeten wij iets verwachten? Of zeg je van nou secret, alles kan. Gewoon volg de brand. Ik zie al die mensen die supporten. Shout out naar jullie. Gaan geen nieuwe drop aankondigen. Er komt sowieso nog een drop. Maar uh... <laughs> Wait, <it's laughs> Wanneer no, is cool, is die cool. datum. Die <laughs> datum, die is er nog niet helaas van. Mm, okay, maar maar uh, die komt wel binnenkort. Pop-up. Dat, dat ging normaal vorig jaar gebeuren, maar ja, corona. Dus. Uh... Kan ook heel snel gebeuren. Wanneer je pop-up doet, komen wij gewoon met een stand. Bro, iedereen. Live met vragen van E17. Hey, Run op, it up, allemaal. Oké. Okay. Jullie zien het. Pro, bij ze bissen op deze aarde. Ah, oh bro, dat is niet even. We kunnen gewoon in de section van MIT MIT. <laughs> al die, die Flamans die, 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 die mij wouden sturen: van ah je kent niet zoveel voetbal, bro. Kom nu op veld in tegen <laughs> in. We gaan praten, snap je? Boy, Want okay. veel, veel bla bla. Maar waar heb jij gespeeld? Huh? Waar heb jij gespeeld? Katholiek voetbal naar nee, Vede Provinciaal. Nee, niet tegen mij, Taki. <laughs> en fuck Marvin ook nog. We gaan op, die, we gaan op deze afronden. Gilles, ik wil u bedanken voor Gilles. episode fucking 38. Fuck jullie haters! Brian wil ik sowieso bedanken. Shout out to Super bedankt om langs te komen. Shout out jullie, thanks for having shout me. Shout out to you, man. Nee, shout out to you, Shout out to <laughs> <you. laughs> Ik geloof wat jullie doen. En naar de kijkers, ga Brian zijn aflevering checken bij BitBit. Waar is Anton, dat je Ga in de comments. Positief. Ga hem redden in de comments. Ja, man. We zijn een family. De mensen die haat hebben op Brian, kom hier in de studio voetbal praten dan. We zijn nog steeds Coca-Sport. Cool, EK show. Tous ensemble. Let's run it up. With the culture. Gangway. With the culture. <laughs>